Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas, Citi en Société Générale. Hallo allemaal, Jean-Paul van Oudheusden hier met een nieuw Turbojournaal. En om het nog even te herinneren, waarom maak ik deze video's? Ja, om je te vertellen waar ik als belegger de afgelopen week naar heb gekeken. Niet zozeer om te zeggen, dit moet je kopen, dat moet je kopen, dat zou beleggingsadvies zijn. Daar heb je mij helemaal niet voor nodig. Maar er is zoveel informatie die je tot je kan nemen als belegger, dat ik denk dat het handig is als iemand ook een beetje wat materiaal voor je doorploegt en je inspireert, je aan het nadenken zet, ja, en je wat ideeën geeft om zelf verder je huiswerk te doen. Nou, waar gaan we het deze week over hebben? Ik denk een super interessant programma. We gaan het hebben over drones, die zijn enorm in opkomst. We gaan het hebben over ASML, want er diende zich vorige week een concurrent aan. En hoe zit dat nou precies? Ja, en we moeten natuurlijk eventjes kort kijken naar de Tesla Investor Day. En nog een paar onderwerpen in de tijdcodes, in de beschrijving onder de video, kan je zien wat er nog meer aan bod komt. Maar ik begin eventjes met een gouden ouwe bij Markets Are Everywhere. 2,5 jaar geleden maakte ik deze video, The Clash of the Empires, samen met Louis Vincent Gave van Gavekel. Ja, als je die nog niet gezien hebt, het komt elke keer terug. Het is zo'n topvideo en alles wat je daar eigenlijk ziet is vandaag de dag nog geldig. Er moet een harde strijd op het gebied van technologie. Dat is echt niet zomaar een beetje leuke spielerij. Dat gaat echt hard tegen hard. Er zijn grote belangen bij gemoeid. Hij zet dat daar uiteen. Ja, en daar komen we dan ook de actualiteit tegen. Helemaal niet zo'n leuke aanleiding. Maar ik zag dat Oekraïne, die voert nu ook aanvallen uit op Rusland. Die hadden een drone tot dichtbij Moskou laten komen. Ik heb al een hele tijd eigenlijk gedacht, ik moet drones een keer aan bod laten komen. Nog nooit echt een goede gelegenheid gezien, maar die is er dan nu wel. Nee. Dan denk ik van, nou, die drones daar, die zullen wel voor een deel geleverd worden door Amerika, zoals met heel veel van die wapens. En welke drones gebruiken ze daar nou? Nou, die zie je hier op het plaatje. In dit geval is dat dan de Reaper 9. Ik weet niet of Oekraïne daar nou mee Rusland is binnengevlogen, maar dat doet er even niet toe. Maar dit is van een paar weken geleden dat Amerika die dingen ook eigenlijk min of meer weggeeft aan Oekraïne. En dat je denkt, ja, is dat dan het belang dat ze zeggen, goh, we zijn zo betrokken bij die mensen? Nou ja, het is een harde wereld, ik kan het niet anders maken. Het is natuurlijk zo'n bedrijf die maakt die drones. Ja, en wat wil je nou liever dan in de praktijk testen hoe goed die zijn? Ja, dat doe je natuurlijk liever niet in je eigen achtertuin. De wapenindustrie die floreert op dit moment ten volle. En zoals ik het dan maar zie, als ze zeggen van, we hebben ze verkocht voor $1. Ja, dat komt natuurlijk eigenlijk zeg maar uit het marketingbudget van die dronefabrikant. Want die denkt, joh, als blijkt dat je daarmee de oorlog kan winnen, ja, dan is mijn kostje wel gekocht. Nou, aanvallen met drones, dat is eigenlijk helemaal niet zo nieuw. Het gaat ook langer terug dan 2021. Maar dat was eigenlijk de eerste keer dat ik dacht van, goh, weet je, dat verandert toch wel de wedstrijd. Dat was in het Midden-Oosten. Daar kwamen vanuit Jemen een aantal droneaanvallen en die stichtten op een gegeven moment brand bij de raffinaderij van Saudi Aramco bij Riyadh. Nou ja, en dan moet je je zo voorstellen dat de deal was altijd voor Saudi-Arabië, Verenigde Staten, jullie krijgen olie en in ruil daarvoor bescherm je mij tegen Iran. Want die drones uit Jemen, die kwamen zeer waarschijnlijk ook uit Iran uiteindelijk. Nou, Saudi-Arabië heeft ongelooflijk veel geld betaald voor luchtafweergeschut. Maar wat blijkt nou, die drones, die kunnen daar toch op de een of andere manier doorheen komen. En dat zie je dus nu eigenlijk in Rusland ook weer. Ja, dat die Saudi's zeggen, ja, maar ze hebben miljarden betaald, maar je moet ons wel even de actuele spullen leveren. En ja, dat zal de relatie tussen de VS en Saudi-Arabië zeker niet geholpen hebben. Maar dat was dus 2 jaar geleden. Even terug naar die drone die je net op het eerste plaatje zag, die MQ-9 Reaper drone. Ja, dan ga je gewoon eens een beetje zoeken. Dan kom je die dus ook tegen, gewoon op de website van ons eigen ministerie van Defensie. Dit is een beetje de frontlinie qua apparatuur. We hebben er als Nederland ook 4 gekocht.
Dan weer niet met de munitie erbij, want we zijn niet van plan om te gaan aanvallen. Maar je kan ze natuurlijk ook heel goed gebruiken om te verkennen, data te verzamelen, et cetera. Ja. Nou, en als je dan verder gaat vanaf die Reaper, dat je denkt, ja, wie maakt die dingen dan? Ja, deze die komt uit Amerika, maar de techniek die erin zit, die wordt in Europa ook gebruikt. Niet exclusief, ik weet ook niet hoe goed ze er zijn, maar door het Duits bedrijf Hensoldt. In de video met Bart heb ik die al eens een keer genoemd, want dat was zo'n aandeel. Dat ging keihard omhoog toen de oorlog in Oekraïne uitbrak. Dat zie je hier wel, dat is die eerste spike. Ja, toen zakte het een beetje terug, dat iedereen dacht, nou, dit is wel een beetje overdreven. Maar dan zie je weer dat er als belegger in de niches echt wel geld te verdienen is als je meer de tijd neemt om zo'n niche-thema verder uit te diepen. Die koers zakte wat terug, maar blijkbaar zit Hensoldt in een goede positie om de dingen te maken die nu actueel zijn en nodig zijn. Aandeel staat op een all-time high. Eigenlijk ja, volkomen los van de hele marktbeweging op dit moment. En dan moet je dus bedenken dat het bedrijf in september 2020 naar de beurs ging. Ik vond het wel een mooie kop. He, toen werd er wordt altijd een range vastgesteld voordat een aandeel naar de beurs gaat. Toen kwam dat binnen aan de lage kant van de range, was niet veel interesse. Ja, want dat tekent eigenlijk ook wel het klimaat. Want toen de tijd, defensie, ja, dat was allemaal niet nodig. Hè. We hebben al zo lang leven we in vrede. Ja, nu is dat wel anders. Ja, en dan is Hensoldt met een market cap van maar 3,5 miljard euro. En dat je weet dat er nog ongelooflijk veel nu in defensie geïnvesteerd gaat worden. Echt wel een aandeel om in ieder geval een plekje op de watchlist te geven. Als het je ding is natuurlijk. Ik ga er in ieder geval zelf ook met de VIP-leden verder naar kijken. Nou, dan even, hè, ik zei het al, Turbojournaal, haakjes. Een overzichtje met wat dronefabrikanten om je op weg te helpen. Ja, als je daar op gaat googlen, kom je allerlei lijstjes tegen. Dus ik zeg niet dat dit een heilig lijstje is. Maar ik vond het wel mooi, heb je 10 namen. Die bedrijven die hier staan zijn niet allemaal beursgenoteerd. Deze website Drone DJ die maakt onderscheid in 2 categorieën. Of eigenlijk is het Duitse onderzoeksbureau Drone Industry Insights. En dan zeg je, kijk, je hebt degene voor huis, tuin en keuken gebruikt. De civil drones. En dan heb je ook een categorie dual use drones. En daarvan zeggen ze, ja, die worden gebruikt zowel door consumenten als door overheden, dus zeg maar militair. Nou, als je dan kijkt naar de civil drones, het eerste lijstje, die naam heb je misschien wel eens gehoord, hè? DJI uit China, ja, die zijn hè, met een straatlengte voorsprong koploper in deze markt. Iedereen koopt die drones. Ze hebben een fantastisch goed product kennelijk. Ja, daar kan je eigenlijk niet omheen. Er staan wel wat namen daarachter. Parrot uit Frankrijk, Skydio, niet beursgenoteerd, uit Amerika, dan nog 2 andere Chinezen. Maar die zijn allemaal ongelooflijk klein vergeleken bij DJI. Ja. Nou, ja, en dan zeg je van ja, zijn dat dan civil drones? Ja, in China loopt dat natuurlijk allemaal in elkaar over. Je maakt mij niet wijs dat de Chinese overheid daar niet ook gebruik van maakt. Dus waarom dat er 2 lijstjes zijn, weet ik niet. In ieder geval in het onderste lijstje heb je 3 Amerikanen. Aero Viromant is beursgenoteerd. Ticker AVAV voor degene die onderzoek wil doen. En die andere 2 zijn mogelijk kandidaten om binnen niet al te lange tijd met een beursgang misschien naar de beurs te komen. Maar China heeft in ieder geval een machtspositie. En dat is natuurlijk in Amerika, waar ze zelf ook die DJI-drones gebruiken, niet ontgaan. En daar heb je weer die hele harde strijd op het gebied van technologie. Want dat moet natuurlijk anders. En daar zie je weer dat de VS, mocht je eraan twijfelen, nog steeds eigenlijk wereldwijd de regels dicteert. Waar het op een gegeven moment was van, nou ja, weet je, andere landen willen ook wat meer te vertellen hebben. Dat willen ze nog steeds. Maar de VS lijkt de grip wel eigenlijk steeds sterker te krijgen. Ze hebben dat DJI, dat staat al een hele tijd op de zwarte lijst. Daar mogen geen zaken mee worden gedaan. Maar de FBI en de Domestic Homeland Security, het ministerie van Defensie zou je kunnen zeggen in Amerika, die maken zelf wel gewoon gebruik van DJI-drones. En die kopen ze ook nog steeds. Hè? Dus iedereen is gelijk, maar sommigen zijn iets meer gelijk dan anderen.
Nou ja, de actualiteit op militair gebied. De Verenigde Staten heeft wederom voor $619 miljoen high-tech wapens geleverd aan Taiwan. Ja, die beginnen zich inmiddels een beetje achter de oren te krabben. We hadden het natuurlijk over die aanstaande verkiezingen. Maar China wil dat natuurlijk nog steeds inlijven. Nou ja, het Chinese budget voor defense spending is ook weer eventjes met 7,2% verhoogd. Ja, dus in Taiwan zitten ze toch wel een beetje te denken, ja leuk al die wapens, maar we willen hier natuurlijk niet echt oorlog. En dat is wat ik vorige keer noemde. De ene partij die zegt, joh, als we gewoon bij China gaan, dan kunnen we dat vredig laten plaatsvinden. Anders, ja, dan komt er waarschijnlijk een inval en dan moet je maar kijken waar je blijft. En dat zet de mensen daar enorm onder druk en aan het nadenken. Maar de VS heeft gewoon hetzelfde spelletje wat ze elke keer overal spelen. Dat ze zeggen, joh, jij kan jezelf niet genoeg verdedigen. Je hebt ons nodig. Wij komen je helpen. Koop onze wapens. Maar dan speel je het spel wel op een manier zoals wij het dicteren. En dat is ook in Taiwan het geval. Nou ja, drones. Hoe kom ik verder op drones? Kijk, ik kwam drones zelf tegen. Er zijn zoveel toepassingen toen ik mijn analyses voor John Deere verder aan het maken ben. Die hebben natuurlijk die grote tractoren. Maar ja, op sommige plaatsen, als het land niet al te groot is of als je er moeilijk bij kan komen, dan kan je dat natuurlijk ook heel goed met een precisie drone doen. Ja, en daar ligt ook het linkje weer met artificial intelligence. Ze werken dan hier, dat is een klein voorbeeld hoor, samen met precision AI. Ja, en zo kom je dat tegen en dan zie je gewoon dat die drones, heel veel ontwikkelingen, technologische ontwikkelingen in huis, tuin en keukengebruik komen vaak voort vanuit eerst militaire toepassingen. En dat is hier ook het geval. Daarom denk ik dat die drones nog een grote toekomst tegemoet gaan. Dus het is echt een leuke subsector om in de gaten te houden, zeker in combinatie met high-tech. Nou, dan onderwerp 2. Krijgt ASML meer concurrentie? Is misschien nog wat tastbaarder. Veel mensen met ASML in de portefeuille. Werd toch gezien als een monopolist. Is natuurlijk niet helemaal terecht. Er zijn ook andere partijen die machines leveren voor semiconductors. Maar ja, zij hebben die EUV-machines die niemand heeft. En toen vorige week kwam daar opeens het persbericht van Applied Materials. De ticker is AMAT, want soms is het een beetje lang, maar Applied Materials. En die zeiden, joh, wij hebben iets bedacht dat is goedkoper dan die EUV-machines. En het is ook nog een keer milieuvriendelijker. Ze kijken eigenlijk precies naar de pijnpunten die beleggers hebben en ook klanten hebben. Het gebruikt veel energie, gebruikt veel water en ze zijn ongelooflijk duur, die EUV-machines. Ja, en dan zie je dat er toch een hoop beleggers meteen denken dat de strijd al is gestreden en dat ASML al heeft verloren. Ja, zo moet je als belegger niet denken, maar het is natuurlijk wel een waarschuwing. Mocht je nog op het spoor zitten dat je denkt ASML tot een lengte vandaag, er is niemand die dat kan. Dat is natuurlijk niet zo. Zowel in Amerika als in China zijn ze hard bezig om te kijken hoe dicht ze in de buurt kunnen komen. Nou, wat moet je weten? Dit verhaal van Applied Materials, dat gaat over Advanced Logic. Dus dat zijn de meest geavanceerde chips. Dat zijn de chips die worden gebruikt door Nvidia. Die worden gemaakt door TSMC, Samsung en Intel. De grote partijen, de belangrijke klanten van ASML. Nou, het gaat allemaal zo vaart niet lopen. Wat er eigenlijk, hè, als je er gewoon eens even goed naar kijkt, wat andere analisten ervan vinden, die zeggen, joh, op dit moment is het nog niet zo van belang, maar naarmate die chips steeds kleiner worden, bijvoorbeeld onder de 2 nanometer, ja, dan wordt het steeds moeilijker om er nog capaciteit aan toe te voegen. En dan is de wedstrijd, hè, wat Applied Materials doet, die zegt, wij gebruiken low NA EUV, dus en ASML gebruikt de high NA EUV. Dat zijn de machines die nog in ontwikkeling zijn, of waar ze nu de eerste van leveren. Maar als je dan dus 2 van die lage NA gebruikt, dan kan dat concurreren, zegt Applied Materials, dat is hun claim, dat is allemaal nog niet bewezen, ja, met
één zo'n grote machine. Nou, ik weet dat er natuurlijk meteen verschillende visies op zijn. Er zeggen mensen, ja, hoe kan dat nou als je de twee combineert? Het kan nooit zo efficiënt zijn als één. Dit is de claim die wordt gelegd. Dus nu worden analisten ook gedwongen om daarnaar te kijken. En daar zie je ook weer je beperking. Ja, als wie je zelf in je eentje bent, dat je denkt, ja, ik kan dat niet uitvogelen wie er nou gelijk krijgt. Maar we gaan het in ieder geval volgen aan de hand van het nieuws. Applied Materials is in ieder geval een bedrijf om in de gaten te houden. Mijn conclusie voor nu toe, het is nog te vroeg om te oordelen hoe het op lange termijn gaat zijn. Op korte termijn is er niet direct een effect. Maar belangrijk ook, als je gelooft in de groei van markt als geheel, ja, dan is er best ook ruimte voor meerdere partijen. En als je net dat verhaal hebt gezien, daarom begon ik met die drones en de toepassingen die daar allemaal nog komen en alle apparatuur waar nog chips in gaan, ja, dan denk ik dat die markt alleen maar blijft groeien. Tuurlijk kan er op een gegeven moment sprake zijn van overcapaciteit. Dat hebben we ook al eens een keer genoemd. Maar op lange termijn zijn dit gewoon goede businesses. En natuurlijk moet je wel een techniek overhouden die het liefst superieur is aan die van de concurrent. Dus weer een harde strijd op technologiegebied. Ja, en ik geloof niet zo in toeval. Ik kan de gedachte dan toch niet onderdrukken dat persbericht van Applied Materials, dat voor de VS natuurlijk net handig uitkomt op het moment dat ze moeten onderhandelen met ASML over het stilhouden van de benen in het verkopen aan China. Dan zegt ASML, Nederland, zegt, joh, sluit ze dus heel veel waard. Dan zeggen ze, nou ja, weet je, het is wel veel waard, maar ook niet alles, want wij hebben hier ook een concurrent. Nou, ik denk wel dat het spel zo gespeeld wordt. Natuurlijk speculatie, ik zit daar niet aan tafel. Laten we nog heel even doorgaan op Applied Materials. Misschien is het een beetje van de hak op de tak, maar ook dit is interessant. Als je belegt in ASML, ASMI, BESI in de semiconductor sector, en er zijn gewoon heel veel mensen die dat doen. Applied Materials is in oktober 2020 een samenwerking aangegaan met BESI. Ja? En dan zie je dus, als zij zeggen, we gaan twee van die van die wafers, zeg maar, van die chips aan elkaar verbinden, met elkaar laten samenwerken, dan komt dus die hybrid bonding van BESI wellicht om de hoek kijken. En daar zijn ze natuurlijk dan al een tijdje naar bezig. Hebben ze nu ook de enige ervaring mee opgedaan. Dus dat maakt BESI ook aantrekkelijk voor zo'n partij als Applied Materials. En toen was ik aan het lezen, toen kwam ik een artikel tegen op een website waar ik nog nooit was geweest. Misschien ken jij het wel, Bits en Chips. Artikel van een meneer René Rijmakers, ken ik ook niet. Maar die schrijft een editorial met de nodige fantasie. Die zegt op de eerste plaats, en dat was mij natuurlijk ontgaan, dat er een bedrijf uit Enschede, klein bedrijf Soulmates, ook op het gebied van chips, is verkocht aan Lam Research in Amerika. Ongeveer een half jaar, 9 maanden geleden, in mei 2022. En hij zegt, mijn fantasie is dat Applied Materials misschien wel BESI gaat overnemen. Nou, dit artikel, als je geïnteresseerd bent in chips, de website is Bits and Chips, het artikel van 7 juni. Ga dat lezen, want het is super interessant. De dingen die ik er in ieder geval uitgehaald heb, is dat ze zeggen, nou, BESI heeft concurrentie van ASM, PT en KNS. Ja, heel duidelijk, dat zijn de partijen die concurreren om dezelfde orders. Maar ze kunnen elkaars bloed wel drinken, zegt hij. Hè? Ik ken de meneer verder niet, maar hij zegt, nou, de kans dat een van die twee samengaat, die concurrentie is zo moordend, dat geloof ik niet. Ze hebben allemaal last van druk, omdat de markt niet zo geavanceerd is als bijvoorbeeld bij ASML. En dat er zeker kans is op nieuwe toetreders. En dat spoor, daar zat ik al eerder op bij BESI. Toen dacht ik heb het niet goed gezien. Maar nu denk ik, ja, dat is waarschijnlijk toch wel redelijk in de richting. Waar komen die nieuwe toetreders dan vandaan? Ja, naar verwachting met name uit China. Want die hebben al ettelijke miljarden geïnvesteerd. En dit is minder geavanceerd, dus daar kunnen ze eerder aan de slag. Ik weet niet of het zo is. Ik geloof nog steeds in het verhaal van BESI van vorige week, dat die hybrid bonding er goed voor staat. Maar de combinatie, wat hij zegt, kijk, Applied Materials is nu op de beurs zo'n 100 miljard waard.
Dit artikel, dat was van 7 juni. Toen was Bezi geloof ik nog 4 miljard en een beetje waard. Inmiddels bijna 6 miljard dollar. Maar dat maakt de case dat Applied Materials best eens wat geld zou kunnen neertellen om Bezi naar zich toe te trekken. Helemaal niet zo'n gekke gedachte is. Ja, en alleen die fantasie al, ja, maakt natuurlijk het aandeel Bezi opeens een heel stuk aantrekkelijker. Want ja, weet je, dit is echt wel een business. Als je dat zou willen overnemen, dan wordt er een premie betaald. Ze hebben het samenwerkingsverband al, dus ze kennen elkaar al. Erg interessant om te volgen. En ben je een speculatieve belegger, dat geldt eigenlijk hetzelfde voor Hensoldt, wat ik net noemde. Als je zegt, joh, ik hou al van een gokje. Het is geen advies, het is gewoon een blinde gok. Je moet er veel meer dingen naartoe. Maar dan is Bezi echt wel een aandeel om te zeggen, nou, daar neem ik eens een kleine positie in. Ja? Puur speculatief, meer onderzoek nodig. Nou, ik zei het al een beetje van de hak op de tak, maar dan wil ik even doorgaan wat ik net zei. Chinese partijen die hebben miljarden investeringen gekregen om te zorgen dat China opstoomt in de vaart der volkeren op het gebied van semiconductors. En de actualiteit brengt ons dan ook bij Yangtze Memory Technologies. Waarom? Die wil ik hier toch even noemen. Ik kom zo op Apple, want Apple die wilde bij hun producten gaan afnemen, hebben ze uiteindelijk niet gedaan. Maar Yangtze Memory, die hebben een hele knappe prestatie geleverd. Dat las ik in december van vorig jaar. Hier praten we dan niet over de heel geavanceerde Logic chips. Ik heb het ook verkeerd staan, daar baal ik van. Er staat hier Logic chips, maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel juist Memory chips. Dus sorry voor deze fout. Toch weer net iets te snel gemaakt. Maar op het gebied van memory chips, ja, daar kijk je normaal gesproken naar Samsung, naar Micron en naar een andere Koreaanse partij, SK Hynix. Ja, die hebben de unit van Intel ooit eens overgenomen. Ja, en eind vorig jaar werden er weer testen uitgevoerd. En toen zeiden mensen van, hey, wij zijn een chip tegengekomen, een memory chip van YTMC, de afkorting van Yangtze. En die zat in een SSD van Hikvision. En die deed het eigenlijk gewoon beter. Die versloeg al die andere partijen. En nou, daar wordt hier ook gezegd, hè, wat ze hebben bereikt is nothing short of amazing. Ze zijn eigenlijk gewoon uit het niets voorbij gegaan aan die andere partijen. Ja, en dat is natuurlijk waar ze in Amerika weer boost om worden. Want dan zeggen ze, ja, die hele semiconductor-industrie die in Azië gebeurt en in Taiwan, ja, dat hebben wij mogelijk gemaakt, want wij zijn altijd grote klant geweest. Maar als jullie nu Hikvision, hè, die hebben natuurlijk ook van die security camera's, en er is heel veel over te doen, die staan al sinds 2019 op de zwarte lijst. Dus ja, Yangtze stond al op de unverified list, maar die zijn een paar maanden geleden dus ook naar de zwarte lijst gestaan. En daar weer die harde strijd, Amerika schuwt niks. Die zeggen, ja, dit zou wel eens verkeerd kunnen gaan, lees, hè, qua defensie, dat het in de verkeerde handen terechtkomt, verkeerde ontwikkelingen. Maar het is natuurlijk ook gewoon een economisch belang dat ze niet willen dat China daar een te machtige positie krijgt. Nou, wat zijn de gevolgen voor Yangtze? Dat ze geen onderdelen meer gaan krijgen en dat het steeds moeilijker wordt om die leidende positie vast te houden of uit te breiden. Dat hebben we al vaker gezien. Ja. Nou, dan, dat was december, maar het is actueel elke dag weer opnieuw. Clash of the Empires. De VS die heeft de smaak te pakken. Ze gingen al van die unverified list naar de entity list. Nu hebben ze daar wat ervaring mee opgedaan. En Biden is nu bezig met het maken van weer nieuwe regels. Nu gaat het niet meer over welke producten je niet mag leveren aan partijen in China. Maar nu gaat het ook om investeringen. Dat ze zeggen, joh, als het ook maar enigszins de kans heeft dat het bij de Chinese defensie, bij de militairen terecht komt, dan willen we het niet hebben. En daar zitten weer regels aan te komen. Ja, en daarmee raken ze China toch wel heel erg hard. Dan moet China het zelf funden of ergens andere funding vandaan. Amerika was altijd een hele grote investeerder daar. Ja, en op deze manier zet Amerika die Clash of the Empires
Ja, nog eens een keer in de spotlight. De Wall Street Journal, daar stond dit artikel in. Daar komt een hele fijne video mee. Je zegt, joh, ik wil mijn kennis nog wat vergroten. Dat gaat eigenlijk over de ontwikkeling van de BRN-chip, die eigenlijk op sommige punten beter is dan die van NVIDIA. BRN heb ik hier in het Turbojournaal zo'n tijdje terug ook wel eens een keer genoemd, maar dan niet op doorgegaan. Heeft het je interesse? Kijk dan ook vooral even deze video, 7 minuutjes, en dan ben je weer helemaal bij op dat vlak. Nou, waarom heb ik het over Yang Che? Apple was al sinds 2018 bezig om chips af te nemen van YMTC. Dat is logisch, ze verkopen heel veel in China. China zegt, joh, wij kunnen dit ook. Wil je onze producten eens testen? In 2018 was dat nog niet goed genoeg. In 2021, 2022 wel. Dan zeiden ze, nou, dit willen we wel gaan doen. Maar in oktober van vorig jaar zijn ze daar dus mee gestopt. Onder politieke druk. Omdat YMTC, het zat er wel aan te komen op die zwarte lijst terechtkomen. En daar zegt Apple, ja, dan kunnen we even geen zaken doen. Wat betekent dat? YMTC kan echt de producten nogal kwijt, want in China, ik kan het niet sterk genoeg benadrukken, gebeurt ongelooflijk veel op het gebied van semiconductors. Zeker als het wat minder geavanceerd is, kunnen ze bijna alles al wel maken. YMTC kan de spullen zeker kwijt bij partijen als Huawei, Xiaomi, Oppo, die ook mobiele telefoons maken en allerlei andere vormen van technologie. Waarom is China zover? 5G-netwerk is daar al veel meer uitgebreid dan bij ons. En bij 5G krijgen heel veel devices ja, een veel betere toepassing. En heb je die high-tech echt nodig en kan je het goed gebruiken om de productiviteit ook te verhogen. Minder mankracht nodig, veel meer dingen kunnen worden geautomatiseerd. Dat leidt geen twijfel. Maar ja, Apple ging dus niet in zee met YMTC. Sterker nog, ze willen minder afhankelijk worden van China. Sterk politiek gedreven. Gingen ze naar India, zeiden ze, joh, wat wij daar doen, kunnen jullie dat ook? Viel toch erg tegen. Daar had ik het onlangs met een groep klanten ook nog over. Dat India, ja, ze zijn daar niet zo gedreven als in China. De absolute wil om te winnen, om kwaliteit te maken. En het is gewoon niet zo makkelijk om na te bouwen qua toeleveringsketens, wat China allemaal voor elkaar heeft gekregen. Dat Apple, nu nieuws van deze week, een paar dagen geleden, maar aan Foxconn, hè, die partij uit Taiwan, ook wel Honghai genoemd, grote leverancier van Apple in China heeft gevraagd van, joh, willen jullie dan niet gewoon ook een fabriek in India neerzetten? En dat is natuurlijk eigenlijk ja, te gek voor woorden, want het werkt gewoon allemaal prima in China. Dus waarom zou je dat doen? Nou ja, dat is die clash of the empires. Amerika wil loskomen van China. China het allemaal zelf laten opknappen. En dat is dus gewoon aan de orde van de dag. Dat is dus de conclusie van dit stuk. De ontkoppeling is gewoon in volle gang. En dat betekent dus ook als belegger dat je daar rekening mee moet houden. En dat gebeurt tot op de dag van vandaag nog niet door iedereen genoeg. Ja? Wat stelt China er tegenover? Want het hele verhaal wat ik hier hou komt eigenlijk helemaal vanuit het Westen, vanuit Amerikaans perspectief. Nou, China heeft, ik zei het vorige week, nu net de two sessions zijn begonnen dit weekend. We hebben er nog niet heel veel van gezien, dus ik kan er nog niet uitgebreid over vertellen. In ieder geval in het weekend hadden we de afscheidsspeech van de premier, Li Keqiang. Die neemt afscheid, die vertrekt. Hij was een totaal ander type, als ik het zo lees, dan Xi Jinping. Dus er komt nu iemand die veel dichter bij Xi staat. In zijn afscheidsspeech zei hij van, joh, ik ben altijd voor buitenlandse investeringen in China geweest. De mogelijkheden die worden voor buitenlandse partijen nu nog groter. Ja, dat snappen we allemaal, want ze hebben in China veel geld nodig. Maar ja, het lijkt toch al een beetje alsof die meneer Li Keqiang, ja, de wens is de vader van de gedachte, maar niet helemaal in de wedstrijd zit. Want dit is Amerika nou net aan het voorkomen. Dat zag je net in dat artikel uit de Wall Street Journal. Dat er meer investeringen naar gevoelige gebieden in China gaan. Dan kan je zeggen, ja, maar niet alles is militair of technologie. Dat klopt.
Dus er kan ook heel veel wel, maar dat is natuurlijk wel een heel erg belangrijk deel. En elke keer zal er worden gekeken naar het concurrerende belang en de betrokkenheid op de een of andere manier van de overheid en defensie in China. Ja, wat doet China verder? Die kondigde aan, of dat hebben ze al aangekondigd, dat nog eens een keer 140 miljard dollar die semiconductor-industrie ingaat. Ja, dus echt, er is alles aan gelegen om dat voor elkaar te krijgen. Maar zoals Reuters ook terecht opmerkt, ja, alleen met geld kom je er niet. Je hebt natuurlijk ook bepaalde onderdelen nodig, kennis nodig. Die hebben ze voor een groot deel in huis. Maar op het gebied van die hele geavanceerde spullen zal het nog moeten blijken. ASML heeft altijd gezegd, ze krijgen het uiteindelijk voor elkaar. Dat Yangtze op het gebied van memory chips was daar opeens. Ja, en dat zal je aan de hele geavanceerde kant binnenkort ook een keer gaan zien. Maar ja, met al die animositeit, alle bedrijven die business doen, ook voor een groot gedeelte in China of andersom, die zullen er rekening mee moeten houden. En dat is eigenlijk de kern van het betoog, dat de total addressable market, als die wereld uit elkaar gaat, ja, dat je niet meer kan zeggen, dit is zo'n goed product, dit kunnen we verkopen over de hele wereld. Ja, dat kan wel als het niet militair gevaarlijk is, maar als het dan ook maar een beetje naar neigt, ja, dan kan dat niet. En dat is bijvoorbeeld de reden, ik heb in het verleden, ik werd daar laatst nog door iemand geweest, het wel eens gehad over een aandeel Ambarella. Sprak me erg aan, ook al de naam vond ik ook al erg leuk, maar die maken ook van die security camera's, Amerikaans bedrijf. Eigenlijk heel veel klandizie in China. Ja, dat zijn aandelen. Ja, ik heb dat nu van mijn watchlist afgevoerd. Want dat zie ik gewoon niet goed komen. Dat ligt allemaal veel te gevoelig. Dus die moeten gewoon een nieuwe markt aanboren. En ik weet niet of dat makkelijk is. Je kan niet alles in de gaten houden. Dus daar kijken we nu op dit moment even niet naar. Dus bij elk bedrijf, let op, hè, de total addressable market, maar ook de serviceable market. En de obtainable markt, waar kan je bij? Nou, en om dan nog een voorbeeld te geven, ik heb het al vaker genoemd, maar ik had er nu ook cijfers bij. NIO, ja, Chinees bedrijf, maken elektrische voertuigen, gaan Europa in. Nou ja, hier net van vorige week, vers van de pers, de verkoopcijfers. En dan moet je echt twee keer kijken dat je denkt, zie ik het nou goed? In februari hebben ze in Nederland vier auto's verkocht. Vier. Ja? In januari waren het er 10, in december waren het er nog 54. Ja, dit is in ieder geval niet echt een uitslaande brand. Toegegeven, hoeft natuurlijk niet zo te zijn dat dat is omdat zij Chinees zijn. Want NIO werkt ook met die battery swaps en het zijn hele dure auto's. Nou, noem maar op. Maar dit is ja, waar ik eigenlijk al een beetje bang voor was. Dat ik denk, ja, dan hebben ze dadelijk heel veel geïnvesteerd om dat te doen. En dan is eigenlijk heel China zo in een kwaad daglicht gesteld door Amerika, wat ook Europa steeds meer begint over te nemen, dat er eigenlijk niemand meer in een Chinese auto wil rijden. Maar het is te vroeg voor conclusies. Je ziet nu ook overal en hoort overal de reclamespotjes van BYD. Die zijn ook begonnen vorig jaar nul auto's, want toen waren ze er nog niet. Maar nu in januari 58 stuks van de Atto 3. In februari 84. Kijk, dat zijn in ieder geval al iets betere cijfers. 142 in totaal. De Han, een ander model, dat loopt niet. Dus we moeten echt letten op die Atto 3. Het zijn gewoon cijfers van de BOVAG, die je overigens ook op de website Car News China kan vinden. Ja, dat is een gespecialiseerde website en die schrijft altijd ook over dit soort dingen. Leuk om te volgen. Dan is het natuurlijk een klein bruggetje naar Tesla. De Tesla Investor Day, die was op 1 maart vorige week, Masterplan 3. Ja, ik zat daarnaast in mijn video van vorige week. Ik zei van nou, ze gaan waarschijnlijk die compact car, die goedkope auto aankondigen. Maar dat deden ze niet. Want Masterplan 3, dit komt uit de presentatie, geloof ik, een luxe 165 slides. Dus ik ga het niet helemaal bespreken hier, want dat ja. Daarvan is er gewoon zoveel verteld. Dat krijg ik niet allemaal in een video. Even in het kort, Masterplan 3, zei Tesla, dat gaat over sustainable energy for all of the earth. Dus dat gaat gewoon verder dan alleen maar EV's. Ja, en daarmee schetste Tesla echt wel een toekomstbeeld zoals er maar weinig
bedrijven zijn die dat doen. Hier zie je eigenlijk het plaatje. Zij zeggen van, joh, wij willen helemaal af van fossiele brandstof. Dat begint met elektriciteitsgrid. Dat moet helemaal naar duurzame energie. We gaan naar elektrische auto's. Dan gaan we allemaal, niet alleen consumenten, maar ook bedrijven, naar warmtepompen toe. En het laatste stukje, ja, dat gaat dan nog met een beetje waterstof. En dan komen ook nog vliegtuigen en boten aan de beurt. En dat is eigenlijk een belangrijke takeaway van die hele Tesla Investor Day. Musk die zegt, joh, moet luisteren, er zijn allemaal mooie plannen voor net zero in 2050, maar niemand vult het in. Ik wil het wel invullen, want ik zie hoe het kan. Het gaat alleen enorm veel geld kosten. Dus het is eigenlijk zijn uitnodiging, vandaar Investor Day, met name naar institutionele beleggers, die nog niet zoveel in Tesla zitten, om te zeggen, joh, het kan, maar er is heel veel geld nodig. Investeer dan in mijn bedrijf, in Tesla. Ja, en als je dat vergelijkt met de fossiele industrie, dit is al bekend, maar ik kwam wel een mooi plaatje tegen. En daar leent video zich zo goed voor om dat even te laten zien op Bloomberg de afgelopen week. Die hebben ze op een rij gezet. Hè? En die zeggen, joh, de afgelopen 10 jaar is het nu voor het eerst geweest dat Big Oil, Shell en vrienden, meer geld aan de aandeelhouders teruggeven dan dat ze hebben geïnvesteerd in het oppompen van nieuwe olie. Dat zie je hier. De grijze balkjes zijn de investeringen in productie en de oranje balkjes zijn de dividenden en de aandeleninkoop. Ja, en als je dat dan afzet tegen Tesla, dat is gewoon 180 graden een ander verhaal. Big Oil zeggen, maar luister, wij zien het niet. Wij zien het niet waar we het moeten investeren. Het roept toch ook wel op, hè? Aan de ene kant willen ze niet. Misschien is het toch ook wel zo aan de andere kant dat ze het ook niet kunnen, dat ze het ook niet zien. Ja? Feit is in ieder geval dat ze zeggen, nou, aandeelhouder, wij geven het aan jou terug. En dan moet je zelf maar kijken wat je ermee doet. Hoe ik de Tesla Investor Day op dat vlak interpreteer, is dat Musk zegt, nou, maar luister, wij zijn open voor business. Als Big Oil je geen reden kan geven, die dividenden, investeer dat dan bij mij. En dan ga ik zorgen dat we het voor elkaar krijgen. En dan niet alleen elektrische auto's, maar ik doe het hele plaatje. Nou, dat wordt wel interessant. Ook dat kan een katalysator zijn voor het aandeel Tesla. Als er nu ook grote instituten, pensioenfondsen zijn die zeggen, joh, om die net zero, waar we zoveel over praten, ook handen en voeten te geven, gaan we een groter deel in Tesla beleggen. We gaan het zien. Daar ga ik in ieder geval naar kijken. Maar dit is er toch ook eentje dat je denkt, ja, Tesla was eerst super duur. Toen ging er heel veel van de koers af. Toen was het eigenlijk een beetje aan de goedkope kant. Inmiddels is het weer verdubbeld. Nu staat het op zo'n koers-winstverhouding van 50. Maar als ze geld krijgen om met name ook aan die energiekant nog meer te doen, ja, dan is het misschien op dit moment in ieder geval niet schreeuwend duur te noemen. Interessant om te volgen. Ja, dan nog even naar EV's, want beleggers waren toch een beetje teleurgesteld na die Tesla Investor Day. Dat ze dus hadden gehoopt op die compact car, dat nieuwe model, maar dat werd niet concreet gemaakt. Wel zie je hier op de sheet over elektrische voertuigen dat Tesla erbij heeft gezet. Ik heb het even een rode balk omheen gezet. Hoeveel ze denken te gaan maken van ieder type. En op die manier toe te werken naar de 20 miljoen. Dus je ziet hier al een beetje de verhoudingen om daar te komen. Nou ja, je ziet het dat naast de Cybertruck willen ze nog een andere gaan maken. Daar hangt nog een kleedje over. Net als die compact car, ook wel eens de Tesla 2 genoemd. Daarvan zat aan het einde van de presentatie dus wel het nieuws wat we een dag eerder al hoorden van de president van Mexico, dat er een nieuwe Gigafactory in Monterrey komt. Waar ze dus ook die goedkope Tesla zullen gaan maken. Nou ja, als we dan toch bij de auto's blijven, Volkswagen kwam eerder dan ik had voorzien, had ik even niet goed in mijn agenda staan, maar met kwartaalcijfers. Maar die waren gewoon hartstikke goed. Eigenlijk wel verrassend, met name hun vooruitblik naar heel 2023. Dan zeggen mensen, ja, we zien toch allemaal minder vraag naar auto's, et cetera. Maar Olivier Bloemen, die zegt daar gewoon doodleuk, nou, wij denken dat de omzet zo'n 10-15% gaat stijgen. We hadden tekort aan chips. Dat gaan we nu allemaal inhalen vanuit de backlog. Dus we zijn eigenlijk positief. Het
aandeel Volkswagen ging ook met 11% omhoog. Dat zie je niet. En het is toch ook wel weer een bericht wat mij erg aan het denken zet. Want ja, als nieuwtje hadden ze dan dat ze het merk Scout willen gaan afstoffen. Eigenlijk een soort retro terug in de markt in de VS met een nieuwe fabriek. $2 miljard om in de VS auto's te gaan maken om maar te kwalificeren voor die tax credits die de regering Biden heeft vastgezet voor de periode 2023 helemaal tot aan 2032. Maar ja, als je dan ziet wat ze doen, even heel simpel gezegd, dan willen ze dus eigenlijk een nieuwe Rivian gaan maken, een truck en een SUV. Alleen ja, die komt dan in 2026 op de markt. Ja, ze weten bij Volkswagen echt heus wel wat ze doen. Maar ja, dan denk je van joh, dan zijn Tesla, BYD, anderen al zo ver vertrokken. Ja, ook daar is nog even stof tot nadenken. Want we zitten natuurlijk te kijken wie wordt nou die winnaar in die markt. Maar in ieder geval, korte termijn, Volkswagen, net als meerdere andere merken, toch wel verrassend goede cijfers. Je zou zeggen, ze gaan het gewoon allemaal niet redden, omdat er gewoon hele grote investeringen nodig zijn. En wat ik net zei bij Tesla, die lonken naar die investeerders, maar dat doen natuurlijk die andere merken ook. En zeker bij hun grote investeerders in hun eigen land, stel ik me zo voor. Ja. Nou, dan nog even om het af te maken, even terugkomen op vorige week. Er waren kwartaalcijfers van Plug Power, van First Solar. Heel veel discussie. Biden is ook weer bezig met zijn budgetten. Het geld moet natuurlijk worden verdeeld. Ik zei het al, ja, waterstof, dat hangt er een beetje bij. En dat zie je nu ook terugkomen over de invulling van het geld uit die Inflation Reduction Act. Plug Power was keihard omhoog, omdat er ook vrij veel geld geïrmarkt is, hè? Staat opgeschreven voor waterstof, maar dat wil niet zeggen dat het al is toegekend en uitgegeven. En de discussie, ook tussen Democraten en Republikeinen, gaat erom van ja, maar hoe streng moeten we er nou toezien dat er niet dadelijk gewoon van alles gebeurt op het gebied van waterstof, maar dat het helemaal niet zo duurzaam gebeurt, waardoor dat we uiteindelijk meer uitstoot hebben dan minder. Ja, en daar zie je dat die industrie er toch nog niet echt in slaagt om dat heel goed duidelijk te maken. Want het is in ieder geval nog steeds onderdeel van gesprek. En het gaat over heel veel geld. Zo'n 100 miljard dollar. Nou, als het wel doorgaat, is het goed voor aandelen. En Plug Power, dat is maar een voorbeeld. Er zijn er natuurlijk veel meer in die sector. Maar als het niet goed gaat, ja, dan is het echt wel stoelriemen vast. Dus ook weer zo'n dingetje, als jij geïnteresseerd bent in deze niche, dan moet je deze verhaallijn echt wel zelf even oppikken en goed in de gaten houden. Waterstof is in ieder geval veel minder een done deal dan bijvoorbeeld zonne-energie. Zonne-energie en wind zijn een stuk verder, met name zon. Zat te denken, ja, dat komt ook, hè. Zonne-energie slaat bij mensen ook meer aan. Omdat als jij zonnepanelen op je dak legt, dan zie je ook gewoon direct het voordeel. Op je eigen rekening en op je slimme meter zie je het doorkomen hoeveel je bespaart. Dat is bij windenergie alweer wat moeilijker. Want ja, dat kan je niet meteen meten. Maar anyway, de koers van First Solar, die zit enorm in de lift. Dat komt door die IRA, die Inflation Reduction Act, dat zonnepanelen en omvormers en alles gemaakt moet worden op eigen bodem. En dat hebben we ook een aantal maanden geleden hier wel eens benoemd. Maar ja, ik kan me goed voorstellen dat dat niet blijft hangen. Het grote verschil tussen First Solar en bijvoorbeeld Enphase Energy en Solar Edge is dat First Solar dus echt spullen ook maakt op Amerikaanse bodem. Dus die hebben een streepje voor bij het verdelen van die belastinggelden, die tax credits, die subsidies. Dat zegt bijvoorbeeld ook UBS deze week. Die zegt, nou ja, dan kan het aandeel nog wel verder omhoog. En dat betekent dat First Solar voor het eerst weer staat op niveaus die we sinds 2011 niet meer hebben gezien. Ja, dat is ook typisch zo'n plaatje, hè? Toen werd er gezegd van joh, dit is innovatief, worden goede marges gemaakt in 2011. Toen kwamen de Chinezen, die konden dat allemaal veel goedkoper produceren. Ja, dan kan je als belegger zeggen van ja, ik blijf erin zitten voor de lange termijn. Maar ja, dan had je 12 jaar lang geen rendement gemaakt.
uiteindelijk komt het dan wellicht dan nog goed. Maar ja, wie doet dat nou, zou ik denken. Maar weet je, zo zie je maar hoe belangrijk die subsidies zijn. En wat Charlie Munger altijd al zegt, hè, show me the incentive and I'll give you the outcome. En in een markt met een clash of the empires, met heel veel subsidies, met heel veel industriepolitiek, zie je wat dat ook doet met je aandelen. Dan kan je zeggen, ja, moeilijk allemaal, maar daar kan je niet omheen. Je moet daar rekening mee houden. En het vervelende is dat er ook regelmatig weer nieuwe verkiezingen zijn. Want in 2024 mochten de Republikeinen winnen, dan kan Biden wel hebben gezegd voor EV's $7,500 per auto tax credit als die in Amerika gemaakt is. Als de Republikeinen zeggen dat schaffen we weer af, nou, dan is dat regeltje dat je dat kan krijgen tot aan 2032, wordt toch weer wat minder. En dat is hetzelfde wat je ziet bijvoorbeeld in Nederland met de zonnepanelen. Ja, het is niet een hele goede vergelijking, maar als je dat niet meer kan salderen, ja, dan komt het plaatje er opeens anders uit te zien. Begrijp me niet verkeerd. Zonne-energie is natuurlijk een markt van de toekomst. Denk terug aan de Tesla Investor Day. We gaan helemaal over naar renewable. Musk laat zien hoe het kan. Er is echt wel veel animo om dat ook te doen. Het moet nog wel worden bewezen, maar zonne-energie staat er dan duidelijk bij. First Solar heeft dan ook management, die dan ook bij de kwartaalcijfers, 1 of 2 weken geleden, vorige week, ook de uitzichten naar boven hebben bijgesteld. En dat is in deze markt wat je niet bij elk bedrijf ziet. En daarom zit zoiets erg in de lift. Zeker ook kansen voor korte termijn beleggers. Alhoewel, ja, hier je nu weer naar een grafiek zit te kijken, dat je denkt, hoe ver gaat dit nog door? Is het niet alweer veel doorgeschoten? Ja. Maar dat maakt beleggen ook zo leuk. Daarmee kom ik aan het einde van dit Turbojournaal. Zit op een haar na nu op 3300 volgers. Dat mogen er wat mij betreft nog veel meer worden. Misschien binnenkort toch ook maar eens een keer beginnen met wat kortere video's. Of als je nog andere ideeën hebt, dat je zegt, joh, je moet dit doen, dan kan ik het kanaal harder laten groeien. Dan sta ik daar erg voor open. Zet het hier even onder in de comments of stuur even een mailtje naar info@marketsareeverywhere.com. Ik hoop dat ik ergens een keer ooit in de positie kom dat ik misschien wel 2 video's of meer per week weer kan gaan maken. Maar voor nu is dit het even. Ik hoop je hiermee een plezier te hebben gedaan. Super interessante markten. Heel veel succes met je eigen beleggingen. En graag tot de volgende video. Markets are everywhere. Tot dan.